samenspraak met Econocom hebben wij een eduscan georganiseerd onder de leerkrachten en directies. Zo waren we op de hoogte van wat de noden waren van de leerkrachten en wat de directies eventueel wilden. We hadden in het verleden al iPads op onze school, maar omdat er tegenwoordig zoveel mogelijkheden zijn, dachten we van we gaan samen met Econocom die eduscan doen. De gedeelde iPad of de shared iPad wil eigenlijk zeggen dat elke leerling zijn eigen plekje op de iPad gereserveerd heeft. Gebruik je de iPad in het vierde leerjaar, dan logt de leerling in en kan hij in zijn omgeving werken. Gaat de iPad vervolgens naar het zesde, dan kan de leerling daar met zijn toegangscode ook aanmelden op de iPad. Toen we de iPads geleverd kregen, werden zij op voorhand al ingevoegd in onze Apple School Manager. De serienummers werden aan de juiste locaties gekoppeld. Zodoende moesten wij de iPads aanzetten en connecteren met de wifi. Van zodra dit in orde was, gebeurde de installatie automatisch. We hadden met Econocom de afspraak gemaakt dat we alle toestellen klaar wilden hebben eind juni om het schooljaar nadien op 1 september vlot te kunnen beginnen. De eerste stap die we samen hebben gemaakt was het aanmaken van de Apple School Managers. Hier hebben we een overzicht van de verschillende Apple toestellen, in ons geval de iPads, en hier kunnen we ook gebruikers toevoegen. En nadien heeft Econocom op de achtergrond alles technisch gebruiksklaar gemaakt. We hebben op school een A1 Microsoft licentie voor leerlingen en leerkrachten. Hierdoor kunnen we makkelijk de synchronisatie opzetten tussen de omgeving van Azure en Apple School Manager, waardoor de gebruikers automatisch worden aangemaakt. Het handige van GenSchool wil eigenlijk zeggen dat we van op afstand de iPads kunnen beheren. Je kan voor de klas van het eerste leerjaar x aantal apps klaarzetten, als ook voor de klas van het vijfde leerjaar. Want zodra dan de leerling met het juiste profiel aanmeldt van de juiste klas, krijgen zij de apps ter beschikking die voor hun klas beschikbaar zijn. Klaslokaal app is sowieso een toppertje. Het heeft heel veel succes bij de leerkrachten ook. Omdat het heel goed helpt op je organisatorisch vlak. En ook qua klasmanagement. Want de leerkrachten die kunnen eigenlijk de schermen zien van een hele klas. Dus van leerling per leerling. Kunnen ze één op één de schermen zien. En ook alle schermen tegelijkertijd. En ze kunnen dat ook beheren van op afstand. Dus als er ene niet goed oplet, kan die ook vergrendeld worden, dat scherm. Als zij even de aandacht nodig heeft van heel de klas, kan het scherm vergrendeld worden van heel de klas. Dat ze even met hun aandacht erbij zijn, kan ze die terug ontgrendelen en dan kunnen ze terug verder werken op de iPads. Ja, ik gebruik vooral de iPads ter ondersteuning van mijn lessen. Dus stel dat ik bijvoorbeeld een rekenlesje heb gegeven, dan is het ook handig om via Scoodle Play bijvoorbeeld extra oefeningen aan te bieden of als extra huiswerk. En dan weet ik ook dat de leerlingen op een iets leukere manier wat bijleren en kunnen oefenen. En het is ook handig via de apps om dan te kijken van ja, hoeveel hebben de leerlingen gedaan, hoe ver staan ze? En daar zit ook een beoordeling op, dus dat is altijd handig. Dus eigenlijk zijn ze niet alleen maar met het creatieve gedeelte bezig, maar kunnen ze ook goed opzoeken en zich daarin een beetje verdiepen van hoe zoek ik effectief iets op een goede manier op en hoe vind ik het snelste informatie terug. Op pedagogisch vlak ondersteunt Econocom ons ook wel heel goed, omdat zij ons ook op de hoogte brengen van nieuwigheden. Ze nemen ons ook mee naar inspiratiedagen en zo leren wij ook telkens steeds meer en meer bij en kunnen we het ook overbrengen naar de leerkrachten. Tot nu toe zijn we tevreden over de service die Econocom ons biedt. Van zodra ik een probleem heb, stuur ik een mailtje naar onze contactpersoon en ik krijg snel een antwoord terug. Ze proberen dit remote op te lossen, lukt het niet, dan maken we een afspraak en dan komen ze tot bij ons. Ik zou andere lagere scholen zeker aanraden om met shared iPads aan de slag te gaan. Zo kan elke leerling in zijn eigen omgeving aanmelden en zijn er nooit problemen met instellingen die veranderen.